Goedemorgen, welkom bij de nieuwe webinar van Wortel. Allereerst de beste wensen. Mijn naam is Paul Keizers, ik ben consultant bij Wortel. En naast mij zit Remy Bosman. Remy, kun jij je voorstellen? Ja, goedemorgen. Bij afwezigheid van Danny Burlaag neem ik het vandaag even over. Danny Burlaag is verhinderd. Mijn naam is Remy Bosman, consultant bij Wortel. En ik zal samen met Paul Keizers vandaag het webinar over Office 365 geven. Leuk. Ik heb er zin in. Ik ook. Laten we beginnen. Oh ja, dat is wel even handig. Wanneer er vragen zijn tijdens het webinar, dan kunnen die gesteld worden via het Q&A-venster. Mocht dat erna zijn, dan kun je ons een mailtje sturen naar de mailadressen die hieronder staan in de slides. Dus aarzel niet om een vraag te stellen. Ja, we proberen zoveel mogelijk vragen meteen live te beantwoorden. Sommige vragen kunnen we ook in het venster typen. Dan zullen we aangeven, hier komen we later op terug. Dus we kunnen afhankelijk van wat de vraag is, dat op die manier oplossen. Klopt, helemaal goed. Allereerst gaan we, we hebben het al vaker gezegd, maar de ringen van validatie doen. De ringen van validatie zijn eigenlijk de manier zoals Microsoft het uitbrengt. Waarbij dat je ziet dat ring 4 is productie. Waar dus echt de mensen die geen first release aan hebben staan, kunnen daarmee, krijgen daar de laatste functionaliteit pas ook echt als laatste, als het volledig uitgetest is. Ring 3 is eigenlijk de first release ring, waar veel nieuwe functionaliteit die wij ook vandaag bespreken, als eerste naar buiten komt. Ring 2 is binnen het Microsoft netwerk en eigenlijk net voordat wij hem als first release krijgen. En ring 1 is de eerste ronde die gaan kijken van, klopt het wat er gebouwd is? En ring 0 is eigenlijk nog een stukje development. Dus eigenlijk, ik raad meestal aan om ring 4 voor bedrijven. Maar zeker ook een paar users in ring 3. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Zelf probeer ik mijn omgeving altijd op ring 3 te houden. Omdat je natuurlijk graag allereerst al het nieuws wilt hebben. Maar je kunt inderdaad ook voor specifieke gebruikers aangeven dat zij first release functionaliteiten moeten krijgen. En dat kan voor beheerders in je organisatie erg waardevol zijn om dat aan te zetten, zodat zij functionaliteiten kunnen testen voordat de eindgebruiker dat ook gaat ervaren. Dus ja, precies. Kun je de gebruikers voorbereiden op de nieuwe functionaliteiten. Mooi. Allereerst krijgen we de update voor de Accessibility Checker front en center. Een hele mond vol. Wat dit eigenlijk doet is, vooral voor slechtzienden, gaat hij kijken als jij content maakt. En je zet er een plaatje bij bijvoorbeeld. Dan gaat hij kijken van, zit daar wel een alt-tekst in? Klopt dat wel? Wat je dan krijgt is dus een screenshot zoals je hier op het scherm ziet, waarbij het plaatje getoond wordt. En aan de rechterkant zie je welke fouten dat er in dit document zitten toevallig en hoe je dat kunt oplossen en waarom dat je dat wil oplossen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik denk slechtziende, maar ik zit te denken, volgens mij zit het nogal verder en wordt het misschien straks ook wel in search gebruikt. Blinden en slechtzienden gebruiken natuurlijk vaak tools om documenten voor te lezen, omdat ze het scherm zelf niet kunnen zien. Klopt. En het zou dan vervelend zijn als een plaatje zonder beschrijving niet voorgelezen kan worden, terwijl het wel waarde kan hebben voor die gebruiker om te weten wat dat plaatje nou precies is. Absoluut. Zo kun je dus je Office product laten checken of dit ook voldoet aan die eisen van een slechtziende of de applicatie die hij op zijn gebruikt. En dit is beschikbaar binnen de hele Office Suite eigenlijk. Hè? Dus Word, Excel, eigenlijk alle Office applicaties zoals wij ze kennen. Ik weet alleen nog niet of dit ook gaat komen naar de online suite. Dat is even afwachten. We zien natuurlijk altijd een beperking tussen wat er in de online versie beschikbaar komt en de offline. Klopt. Ik heb er nog niks over gelezen, dus we moeten dat even gaan afwachten. Wat allemaal beschikbaar komt. Helemaal top.
Een tweede feature in dezelfde lijn, ook te maken met accessibility, zitten de automatische altteksten. Deze komt beschikbaar voor Word en PowerPoint. En wat deze feature doet, is automatisch afbeeldingen interpreteren, bekijken. En aan de hand van wat er gezien wordt door de cognitieve visieservice van Microsoft, wordt er een beschrijving toegevoegd. En die kun je zelf ook valideren. Maar Microsoft doet wel eerst een suggestie daarin. En het kan je dus heel erg helpen om snel door een PowerPoint afbeeldingen een alt tekst te geven die ook echt klopt. Precies. Even cognitief, kun je iets toelichten of kun je iets laten zien misschien wel? Ja, ik kan wel even wat laten zien. Microsoft heeft ook een kleine demo-omgeving waarop ze jou de mogelijkheid geven om plaatjes te uploaden. En dan gaat in real-time en live gaat die service gaat dat plaatje interpreteren. Dus ik pak eventjes de browser erbij. Ik heb hier deze website van Microsoft voor me. Nou, je ziet hier al een standaard plaatje van... Ik zie dat er iets vertraging is. Dus... Oh, ik ga even wachten. Even kijken. Ik denk dat komt omdat... Even kijken. Your screen share is paused, zegt hij. Resume share. Dat is... Kun je het nu zien? Nee, nog niet. Misschien dat je via die morgen... Nee, dat is vreemd. Oké, dat is jammer. Dat is inderdaad jammer. We hadden een hele mooie demo om te laten zien hoe dat dit in zijn werk gaat. Ik weet nog één keer, hè? Nee, hè? Nee. Er gebeurt nu wel iets, zie ik. Nee. Laat hem even schieten. Er is een mogelijkheid beschikbaar om direct je eigen afbeelding te uploaden. En ik heb het net even getest. Ik had een foto van een bejaarde man van het internet gehaald en die geüpload in die service. En vervolgens krijg je meteen een bericht van Microsoft bij die foto. Wij denken dat deze man 83 jaar oud is, dat hij mannelijk is. En we zien een gezicht met rimpels. Zo. En aan de andere kant had ik een foto van een meer met een berg. En daarin kreeg ik een beschrijving van. We zien een meer met wolken en een berg op de achtergrond. Dus het klopte heel goed wat daar door die service geïnterpreteerd werd. Het is wel heel gaaf. Ja, dat is heel gaaf. En je kunt het in meerdere applicaties al gebruiken. Dit is een Azure-dienst die je ook zelf kunt aanspreken als developer. Dus de mogelijkheden rondom deze service die zijn niet alleen in Office beschikbaar, maar kunnen ook door developers aangesproken worden. Oké. Okay. En ik zie binnenkort beschikbaar, maar volgens mij in first release zit die al in. Dit is dus inderdaad weer even zo'n momentje van die ringen, waarbij first release wel geactiveerd al is, maar in de, ja, de productieomgeving van Office nog niet. Okay. Even kijken. Nou, de volgende is ook binnen de accessibility features die uitgekomen zijn, hebben we mailtips voor Outlook. En wat dit inhoudt is dat ik als ontvanger een aantal voorwaarden in kan stellen waarin ik aangegeven zie waar een e-mailtje aan voldoet. Zo kan het zijn dat ik slechtziend ben. Ja. En ik kan dat aangeven in mijn voorkeuren dat ik mailtjes wil ontvangen met alt-images. En zo kan jij, als je mij een mail gaat sturen, een bericht krijgen van Outlook van let op. Remy Bosman is slechtziend en wil graag dat jij je afbeeldingen beschrijft voordat je op send drukt. Oké, dus dan krijg ik bovenin mijn mail krijg ik waarschijnlijk een balkje met van let op. Ja, dat klopt. Zie het als de mailtips die je ook gewend bent rondom security en out-of-office berichten, zie je ook altijd in die balken verschijnen. Dat komt op dezelfde plek terug. Oké. En dit is ook weer zo'n first release feature. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Nee, ik heb deze ook nog niet actief gezien in Outlook. Ik denk dat het wel een toegevoegde waarde gaat zijn weer. En ook search gerelateerd, denk ik dat het ook zeer krachtig gaat zijn. Ja, de optie voor Outlook voor web en ook voor de Outlook client. Als dit al uit is, dan zal het in het web zeker al beschikbaar zijn. Dus dat kunnen we eens gaan proberen. Leuk. Dan hebben we hyperlinks. Zoals je eigenlijk al gewend bent in Outlook, kun je via attachment... zie je direct je laatste bestanden die je gebruikt hebt.
Nu is het ook mogelijk om dat met links te doen, zodat je kunt zien welke links dat het laatst gebruikt zijn, welke het laatst op je clipboard hebben gestaan, om die op deze manier toe te voegen. Wanneer dat je in de oudere bestaande versie kijkt, dan zie je nog alleen een knop en komt er een dialog venster met selecteer de link. Maar hier zie je dus al van, ja, je hoeft alleen maar het knopje naar beneden en vervolgens krijg je allerlei voorstellen voor links. En hij paste hem ook direct erin, wat natuurlijk stukken makkelijker gaat. Ja, hij lijkt heel erg op de functionaliteit zoals we de attachments ook kennen, die uitgebreid is, die heel fijn werkt. En het mooie is dat je hyperlink meteen de titel meekrijgt van de website of van het document. En je hoeft dus eigenlijk niks meer zelf in te tikken, tenzij je het natuurlijk anders wilt, omdat het daar staat. Ja, dat was altijd nog wel een gehannes, moet ik eerlijk zeggen. Als je dan een hyperlink had gemaakt, dan vervolgens moest je de naam nog aangeven. Ja. Ja, hier wordt het dus automatisch gedaan. Ja. Paul, denk je dat er ook een functionaliteit in zit dat als je de hyperlink toevoegt, dat de mensen met wie je de presentatie deelt daar ook bij mogen, als het om een Office document gaat? Ik denk dat security gerelateerd is. Ik denk niet als je bijvoorbeeld hier een link inzet van een document waar ze geen toegang toe hebben, dan zullen ze dan nog steeds geen toegang hebben. Okay. Bij attentions kun je natuurlijk kiezen, hè, dat ze mogen editen of lezen. Ja. Dus ergens is het ook wel handig dat als je straks een link toevoegt, dat het geen dode link is voor mensen die er niet bij mogen. Nee, ja, dat klopt. Ik ben erg benieuwd. We hebben het nog niet kunnen testen, dus laten we het zeker even uit gaan proberen. Misschien kunnen we er later nog een mooi blog over schrijven. Ja, mooi. Beschikbaar voor Word, Excel, PowerPoint en ook voor Outlook. Dus voor vandaag nog alle Office applicaties. Volgende nieuwe feature die er gelanceerd is, is calendar.help. Is nog wel in preview en is ook nog niet beschikbaar voor iedereen. Nee. We staan zelf helaas op een waitlist en daardoor hebben we deze functionaliteit nog niet uit kunnen proberen. Microsoft hanteert soms een wachtlijst als het gaat om nieuwe functionaliteiten, waarin ze dus een beperkt aantal mensen de beschikbaarheid geven om iets te testen. En helaas staan wij ook op die wachtlijst. Maar we hebben wel een idee van wat deze functionaliteit doet. En het is namelijk een hulpje bij het plannen van meetings of afspraken. En dit is een functionaliteit die moet bij allebei de personen of bij meerdere personen die onderdeel uitmaken van die meeting, moet deze tool geënabled zijn. En wat dit doet is zorgen dat je aan de hand van een e-mailtje wat gestuurd wordt met een meeting request, dat die calendar.help tool met interpretaties van de tekst eigenlijk gaat kijken in jouw agenda van wanneer heeft die persoon ruimte. Dus ik zou kunnen typen, ik wil een meeting van 2 uur met jou, Paul, volgende week, om het volgende onderwerp te bespreken. En ik verwacht dat hij zal kijken naar 2 uur meeting volgende week, kijken naar wanneer we allebei tijd hebben en ook het onderwerp van de meeting al zou kunnen bepalen aan de hand van wat er in de tekst staat. Klopt, en ik zie hier in dit voorbeeld staat ook Skype, dus hij zal waarschijnlijk ook meteen er een Skype meeting van maken. Ja. Veel mensen kennen hem al, dat is de FindTime. Dat is een add-on binnen Outlook die het mogelijk maakt eigenlijk als een soort datumprikker te fungeren. Waar deze echt met artificial intelligence gaat kijken van oké, je bent dan en dan vrij. En zouden we een afspraak kunnen maken en hij zal waarschijnlijk ook kijken naar van dit komt het beste uit. Ik ben alleen benieuwd als je bijvoorbeeld nog reist tussen je afspraken door en je hebt dat niet in je agenda staan, hoe dat die daarmee omgaat. Ja. Bijvoorbeeld, jij zegt het is, je moet de application geïnstalleerd hebben, maar hoe gaat die om als je een mail stuurt naar bijvoorbeeld een Gmail account? Heb je daar enig idee van? Of? Ja, Microsoft heeft al aangekondigd dat ook Google kalenders doorgezocht kunnen worden. Oké. Dus ik denk dat het op basis van e-mailadres is. En als je natuurlijk een Microsoft account assigned aan je Gmail-adres, dan kun je ook gebruik maken van deze serviceverwachting. Oké. Dus zo zou het kunnen zijn dat jij met een Gmail-adres ook gebruik kunt maken van mijn meeting request, waarin ik Cortana in de CC zet. Super. Ja. Dat is wel vooruitstrevend, zeg ik maar. Ja. Dus heel gaaf om dit ook live te kunnen gaan zien. Wij moeten nog even wachten, maar zodra we dit kunnen testen, zullen we daar ook een bericht over uitsturen. En je kunt zien hoe dat werkt.
En hopelijk komt dit ook snel beschikbaar voor iedereen. Eerst in first release en daarna in productie. Precies. Dan hebben we de Yammer integratie in Teams. Nou, we hebben volgens mij net voor de kerst hebben we een webinar gehad over Teams. Ja. Die is gedaan door jou, onder andere. We hebben daar ook al aangekondigd dat veel nieuwe functionaliteiten komen in Q1 en Q2. Nu kwam ik heel toevallig zelf deze functionaliteit tegen op een blog. Dit is al een veel gevraagde functionaliteit. Vandaar dat ik zoiets had van, ja, die moeten we zeker meenemen. Het is dus nog niet vanuit Microsoft, maar het is wel, een developer heeft dit al gemaakt, dat je de mogelijkheid hebt om dus een Yammer group in je Teams op te nemen. In de screenshot die je ziet, is dit ook gedaan. Ik heb zelf de Nederlandse blog daarvan geschreven. Die kun je vinden op whatisoffice365.nl. En hij staat momenteel bovenaan, want hij is vandaag gepost. Dus dat is snel. Ik wil je zeggen, het is geen oplossing van Microsoft zelf. Nee. Maar het is wel een ondersteunde oplossing. Want de functionaliteit om te developen tegen Microsoft Teams aan. En dan nieuwe... Ja. Koppelingen te maken, dat is wel iets ondersteund van Microsoft. Klopt, inderdaad, klopt. En de verwachting is ook eigenlijk dat deze functionaliteit dus nu heel snel toegevoegd zal gaan worden vanuit Microsoft zelf. Dan hebben we nog verschillende opties voor cloud storage. Voorheen kon je eigenlijk alleen documenten openen vanuit je OneDrive. Ondertussen waren er al wat... items aan toegevoegd, maar er zijn nu nog meer items waarvan je kunt opslaan en kunt openen binnen je Microsoft Office. Dus bijvoorbeeld een Word document, ja, een Excel document. Het gaat om de Office applicaties op je Android device. Ja. Die kun je nu van meer plekken dan alleen OneDrive documenten afhalen. Dus klopt. Box. We zien Box en Ignite. En laten we die laatste maar niet meer uitspreken. Nou, dat kunnen we altijd proberen, maar het gaat niet lukken, denk ik. Ja. Maar wat ik me wel nog even afvraag, is ook op het moment dat je dus met de service niet OneDrive of Dropbox, of dan je nog steeds live kunt samenwerken. Heb je daar een idee bij? Ik denk dat zodra je informatie ophaalt uit je Dropbox, dat het daar wel blijft staan. Dus als je echt een koppeling zet met je Dropbox-account. Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik daar zomaar antwoord op wil geven. Ik zou niet weten wat er gebeurt als je dan samen wilt gaan werken. Nee, precies. Dat is inderdaad... Want als jij natuurlijk in een OneDrive-account werkt en ik in een Dropbox-koppeling met mijn wachtwoord, dan denk ik niet dat dat zomaar gaat werken. Maar wellicht hebben we het fout. Ja, precies. Laten we dat ook nog een keer onderzoeken. Ja. Verder zien we Citrix FileShare, Edmodo en Learnium als nieuwe koppelingen komen. Dus ook hier zien we dat Microsoft nog meer koppelingen standaard aan gaat bieden om in dit geval documenten op te halen uit de Office applicaties. Klopt, inderdaad. Ja. Nou, de volgende nieuwe feature, die volgens mij ook veel gevraagd is, want er was geen mogelijkheid om Visio applicaties gemakkelijk te bekijken in de browser. Klopt. Zoals dat wel mogelijk was voor andere Office producten. En we zien nu dat er een app voor iOS beschikbaar komt om Visio bestanden op de iPad te bekijken. Het gaat hier om een viewer die dus ook de interactie met Visio aan kan gaan. Dus je kunt het pennen en het zoomen doen met je vingers zoals je dat ook kan doen met het scrollen in de native applicaties, dus in de client applicaties. En we zien ook een preview functionaliteit in Visio voor Office 365. Dus het is echt een preview in de browser. En het is voor de alle duidelijkheid geen tool waarin je kunt bewerken. Het bewerken van Visio diagrammen doe je nog steeds in de client tooling. Maar het kan wel heel waardevol zijn om diagrammen op een browser te kunnen openen zonder dat de gebruiker per se ook die tooling moet hebben om het te kunnen zien. Precies, en je kunt ook doorklikken, geloof ik, naar een andere slide. Ja, alle koppelingen in een Visio-bestand die werken ook in deze preview. Dus je kunt verschillende diagrammen aan elkaar koppelen. Zonder dat je over hoeft te stappen naar een vorige pagina of naar de client-applicatie. Ja, precies. Ja, ik heb hier voor
En anderhalf jaar geleden heb ik ooit een script gemaakt om hetzelfde eigenlijk te doen. Maar ik zie toch wel dat deze veel sneller is dan dat degene die is die ik toen gemaakt heb. Maar ja, het is logisch. Dit komt vanuit Microsoft. Ja, en de laadtijden om visiobestanden binnen SharePoint op te nemen was ook altijd slecht. Wellicht dat het hier ook mee ook gaat verbeteren. Omdat ze natuurlijk een nieuwe functionaliteit toegevoegd hebben binnen Office 365. En wellicht ook de laag eronder die dat faciliteert op een andere manier opgebouwd hebben. Dus ik heb goede hoop dat dat ook een verbeterde functionaliteit gaat worden binnen SharePoint zelf. Klopt, inderdaad. Ja, je ziet in de screenshot een aantal acties die uitgevoerd worden. Het komt beschikbaar voor mensen met een Visio licentie. Dus het is niet zomaar beschikbaar binnen je tenant. Je moet daar wel een van de drie Visio licenties voor hebben die er beschikbaar zijn voor Office 365 gebruikers. Ah, super. Nou, je ziet, we zijn eigenlijk door de functionaliteiten heen die in de afgelopen maand zijn toegevoegd. Het is ook bij Microsoft zijn het feestdagen geweest. We hebben iets minder functionaliteiten toegevoegd zien worden dan dat ook normaal gesproken zijn. Wat we nog niet hebben gedaan is Microsoft Flow uitgebreid bespreken. Dus daar willen we nu graag de ruimte voor nemen. Microsoft Flow is al een tijdje geleden geïntroduceerd door Microsoft. Kun je vertellen hoe Microsoft Flow precies gepositioneerd is, Paul? Nou ja, Flow is eigenlijk een if this then that tool, zo zie ik hem. En onder andere zitten daar een aantal workflows in die wij standaard eigenlijk overal gebruiken. Bijvoorbeeld een approval workflow. Maar ook met social media bijvoorbeeld. Het kan zo zijn dat je Twitter gebruikt en dat je bij een bepaalde tweet dat je dan een bericht wil hebben in je mailbox. Dat kun je allemaal met Flow realiseren. Ik ben wel benieuwd, jij bent echt de Nintex-man. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, Flow is een tool. Microsoft zegt al, work less, do more. Het is echt op de gebruiker toegespitst, op de eindgebruiker. Het zorgt ervoor dat ik minder repetitieve handelingen hoef te doen, omdat ik die kan laten uitvoeren door Flow. Nintex is wel echt een applicatie die gemaakt is om complexere stromen uit te voeren. Die voor jouw team gelden of voor jouw teamsite of zelfs voor je organisatie. En Flow doet dat niet, dus er is wel echt een verschil tussen deze twee oplossingen. En met processen uitvoeren bedoel je eigenlijk je bedrijfsprocessen automatiseren? Neem ik aan. Bijvoorbeeld een wat complexer in dienstproces van A tot Z laten lopen, dat kan wel met Flow. Alleen de persoon die de Flow bouwt, blijft altijd eigenaar hiervan. En niemand anders kan die Flow bekijken of bewerken. Dus okay, het is wat minder enterprise dan dat een Nintex oplossing is. Wat wel heel fijn werkt, is dat je met standaard bouwblokken kunt werken in de browser. Dus je hebt geen client tooling meer nodig, net als bij Nintex. En hierdoor kun je gemakkelijk configureren. Je hoeft niet meer echt te snappen wat het blokje moet doen. Je kunt je e-mailadres invoeren, je wachtwoord en vervolgens worden suggesties gegeven over wat een volgende stap kan zijn. En in een template is het helemaal voor gedefinieerd. Oké. Volgens mij hadden we ook inderdaad wat slides daarover. Nou, Flow is in ieder geval beschikbaar op alle devices. Ja. Hè? Dat is eigenlijk een beetje ook de strategie van Microsoft natuurlijk. Mobile first, waarbij dat niet meer uitmaakt welk device. Ja, inderdaad. Ja, Flow draait overigens binnen Azure. Dus als jij een Flow aanmaakt, zal die in Azure staan. Het gevoel is wel dat het binnen Office 365 bestaat, maar het is eigenlijk een dienst die op Azure draait. En waar het workflow-model natuurlijk vanuit SharePoint wel altijd echt op SharePoint zelf draait. Dus het is wel echt een hele andere invalshoek qua functionaliteit. Nou, we hebben hier een klein scenariootje wat je ziet. Waarin er een tweet geplaatst wordt op het internet. En daar worden wat notificaties uitgestuurd naar personen. Of je kunt data van Twitter afhalen en vervolgens iets doen in je tooling zoals Salesforce of CRM. En er zijn ontzettend veel templates beschikbaar. Waarin je kunt zien dat er al standaard connectoren zijn gemaakt. Een Dropbox integratie met bijvoorbeeld je Outlook. Of met SharePoint en Dropbox. En ook de concurrenten
kun je eigenlijk gebruiken. En je kunt Google gebruiken en ook Dropbox om bestanden te plaatsen en op te halen. Kun je zelf zo'n flow bouwen? Dus zelf, in dit geval zie ik twee iconen, een Dropbox-icoon en een Office 365-icoon. Maar stel nou, noem maar iets, ik heb een eigen applicatie gebouwd. En ik denk van, nou, dat is wel handig als we die met Flow gaan maken. Ja, je kunt zelf Flow-templates maken. Je kunt ook je eigen API bouwen in Flow. Dus je kunt wel wat customizations daarin doen. Je hebt daarvoor wel wat meer development skills nodig om dat te kunnen. Okay. Dus dat is niet een eindgebruikersaangelegenheid waar Flow eigenlijk wel voor bedoeld is. Maar er zijn wel mogelijkheden voor developers. Zeker. Verwacht je ook dat die dan opgenomen worden uiteindelijk weer in de templates die er zijn? Ja, je kunt een template publiceren naar de App Source, heet het volgens mij. Ah, ja. En je kunt dan, als die approved wordt door Microsoft, zoiets wel toelaten. En dat zullen bedrijven als Dropbox ook gedaan hebben. Die bouwen iets op hun software, wat dan interacteert met Microsoft-diensten. En dat wordt uiteindelijk toegelaten tot de store, waarin wij dus weer gebruik van kunnen maken. Precies. Hoe heet het? Voorheen had je if this, then that. Dit is dus echt nagenoeg gelijk. Is het ook beter? Of? Ik heb nooit if this, then that gebruikt. Okay. Dus wellicht weet jij dat het beter is. Ja, volgens mij is op dit moment, omdat de integratie met Office 365 dus veel verder gaat en veel meer controle hebben ze, is deze functionaliteit beter. Maar dat is Microsoft wat dat gezegd heeft. Ik heb twee vragen. We hebben een vraag van Cas. Hoe verhoudt Flow zich tegenover MIM? En is er een overlap in de situaties wanneer je MIM gebruikt versus Flow? Cas, ik denk dat jij bedoelt dat je Flow zou kunnen gebruiken voor het onboarden van je medewerkers. Ik heb nog geen toepassingen gezien waarin Flow zo uitgebreid werkt dat je medewerkers kunt aanmaken in AD of zulke soort acties kunt uitvoeren. Misschien dat Flow daar op termijn wel heen gaat groeien. En misschien dat we met Azure Logic Apps, wat de enterprise versie is van Flow, waarin je dus meer complexe dingen kunt bouwen op Azure, dat die daar wel in gaat voorzien. Maar vooralsnog is die mogelijkheid er niet. Dus nog niet alle stappen zijn beschikbaar om zo'n onboarding proces helemaal te automatiseren zoals MIM dat wel kan. Okay. En ik zie dat je vraag beantwoord is. Ik klik hem weg. Ik zie hier een vraag van Martin. Flow is ook geschikt om tweets naar Excel te krijgen en tweets met een bepaalde hashtag te analyseren. Ja, dat klopt. Ja. Zeker, je kunt Twitter afzoeken naar bepaalde hashtags of bepaalde personen of combinaties daarvan. En daar kun je vervolgens een actie op laten uitvoeren. Dus bijvoorbeeld een rij in je Excel document uploaden, toevoegen of een bericht plaatsen binnen Jammer, binnen je eigen social network. Of zelfs een retweet doen. Ja, dat zou ook kunnen. Als jij je eigen Twitter-account eraan koppelt, kun je ook retweets uitvoeren. Nou, we hebben alle vragen die daar nu waren beantwoord. Als klein voorbeeldje hebben we hier eventjes wat screenshots gemaakt van de opties die je hebt als je een nieuwe flow aanmaakt. Stel dat je een naam Dropbox intypt, dan zie je twee mogelijkheden wanneer er een file is aangemaakt of wanneer er een file in Dropbox bewerkt is. En zodra je een van de twee opties kiest, dan vraagt Flow je om in te loggen op die dienst met je eigen account. En vervolgens kun je een folder kiezen. Dat zou dus een folder in Dropbox kunnen zijn, maar ook een folder in bijvoorbeeld jouw OneDrive of in de SharePoint site. Ik zie hier ook meteen Dropbox en dan een pijltje naar rechts. Kunnen we daar dan zeg maar dieper ingaan? Of? Ja, je kunt direct door de folderstructuren browsen die er beschikbaar zijn binnen jouw Dropbox-account. Dus het is heel intuïtief eigenlijk. Ja, het is heel gemakkelijk. Je hoeft niet meer naar Dropbox zelf toe te gaan om te weten wat er daar staat. Dat zie je direct in de Flow-beelden, zeg maar. En nadat je een eerste stap geconfigureerd hebt, dan wordt er automatisch bepaald van wat kunnen de vervolgstappen zijn. Ja. En dat kunnen condities of acties zijn. En die zijn dan weer gebaseerd op wat daarvoor gebeurd is. Dus je kunt ook eigenlijk geen workflows bouwen die niet logisch opvolgend zijn. Of ik zeg workflows, maar ik bedoel flows natuurlijk. In dit voorbeeld wordt er een mail gestuurd wanneer er een bestand is aangepast op Dropbox. Je ziet even, als je één slide teruggaat, dan zie je ook dat dus je meerdere mogelijkheden hebt. In het
eerste geval wordt er een standaard Windows 10 account gebruikt volgens mij. Ja. En daarna wordt Office 365 gebruikt of Outlook.com. Dus daar heb je ook nog diverse. En dat zijn allemaal voorstellen die binnen dat systeem vallen. Ja. Ja, dat geeft ook aan dat je niet per se een Office 365 account hoeft te hebben om dit te gebruiken. Want ik meen dat je ook een standalone verband aan kan gaan met Microsoft, waarop je dus jouw Outlook-account toegang geeft om Flow te gebruiken. En Flow is standaard gratis voor Office 365 gebruikers. Maar er zijn ook betaalde versies en die kun je volgens mij dus ook gebruiken als Microsoft gebruiker zonder Office 365 licentie. Klopt, er zijn drie verschillende licentiemodellen daarvan. En waarbij het gaat om de hoeveelheid flows die uitgevoerd worden. Oké, okay. Heb je enig idee wat hoeveel verschil daar tussen zit? Ik geloof 7500 flows en dan ga je naar een volgende subscription. Okay. Maar dat is even uit mijn hoofd gezegd. Dus, wat ik wel weet is dat de flows die gerund worden, worden binnen je organisatie opgeteld. Dus als je 10 medewerkers hebt die er zwaar boven zitten, maar je hebt er 30 die niks gebruiken, dan zit je zal het gemiddelde nog steeds oké zijn en kun je dus de dienst blijven gebruiken. Ik klik even door deze stappen heen. Je ziet hier een Office 365 e-mail die gemaakt wordt. Die kun je naar een persoon toe laten gaan of naar meerdere personen. En je ziet dat je ook wel de subject en de body kunt opgeven. En kijk, en ik zie hier dat ik uit de vorige stap wat variabelen op kan halen, die dus daarin staan. Ja. Dus bijvoorbeeld de naam van het bestand of de path, dus het bestandslocatie. Het mooie is dat je ook direct ziet dat het echt uit Dropbox komt aan het icoon. Ja. Dus dat je maakt niet snel een vergissing. Nee, je kunt heel erg logisch werken. En het is echt voor de eindgebruiker ook heel goed te begrijpen dit. Nou, je ziet hier dat de bestandsnaam gebruikt wordt in de subject. En de body zal wel een linkje krijgen naar het bestand uiteindelijk. En het is echt heel erg simpel om dat toe te voegen. Nou, ik gaf net al aan dat flows alleen inzichtelijk zijn voor jouzelf. Dus als jij een flow maakt, kun je die niet delen met anderen. Ik denk wel dat deze functionaliteit gaat komen. Om flows ook met een team op te zetten zijn. Zodat het iets meer gaat lijken op shared workflows. Ja. Volgens mij is dat niet mogelijk. Wat wel een mooie functionaliteit al is in het flow overzicht. Is dat jij kunt zien, door op het i'tje te klikken uit de vorige slide, het informatie-icoontje, dat je kunt zien welke flows succesvol afgerond zijn. En mocht een flow dan niet succesvol afgerond zijn, dan kun je ook zien welke stappen goed gegaan zijn. Dus je ziet hier een vinkje verschijnen bij stap 1 en een vinkje bij stap 2. Maar stel dat jij iets fout had gedaan in jouw flow, dan had je een kruisje gezien en dan kon je daar op het kruisje klikken om te zien welke foutmelding er bestaat. Dat is natuurlijk wel een hele veraangenaming als je gewend bent met SharePoint Designer Workflows bijvoorbeeld te werken. Ja, voorheen moest je best wel wat moeite doen om te zien wat de fout was gegaan in je flow. Dan moest je eigen logging daarvoor schrijven of in ieder geval toevoegen. En nu gaat het dus automatisch. Dat is wel super. Ja. Riesje vraagt, heb je ook voorbeelden van gebruik van flow die jullie binnen Wortel bij klanten gebruiken? Je zag net al dat het delen van mijn spullen buiten de presentatie niet zo goed ging. Maar misschien heb jij al wel eens een flow gemaakt en kun je toelichten wat je daarmee doet? Nou, ik heb zelf een flow gemaakt die kijkt naar een bepaalde hashtag in Office 3 of in Twitter. En op het moment dat daar een bepaald woord in voorkomt, dan word ik gemaild met een approval-vraag. Dus of dat ik het goedkeur dat die geretweet wordt. En als hij goedgekeurd wordt om te retweeten, gaat hij hem automatisch retweeten. Ja. Dat is een vrij eenvoudige flow. Maar dat is wat ik op dit moment ermee gedaan heb zelf. Ik weet niet of wij verder binnen Wortel. Ja, ik heb wel een voorbeeld van hoe wij binnen Wortel gebruiken. Dat is eigenlijk gemaakt op Azure Logic Apps. Dat doen ze bij onze services afdeling. Het is een variant van Flow die in Azure draait en kan ook wat meer globaal beheerd worden door de beheerders. Dus dat is niet onder naam van de gebruiker gepubliceerd. Mm-hmm. En wat daar gebeurt is een change proces wordt daarin afgehandeld. Dus er wordt iets in CRM gedaan en uiteindelijk wordt er iets naar een persoon gestuurd die dat goed moet keuren. En dat zijn dus wat meer, gaat wat meer lijken op het vervangen van workflow. Ja, precies. En de koppelingen met CRM zijn daarin heel fijn en die heb je natuurlijk in een standaard SharePoint workflow weer niet.
En daarom is er bij ons gekozen om, om daarvoor wel flow in te gaan zetten. En ik denk met hoe flow gaat groeien en hoe het zich verder gaat ontwikkelen, dat je steeds meer van zulke scenario's kunt gaan toepassen binnen organisaties. Precies. Dus ik hoop dat je antwoord, of je vraag beantwoordt, Richard. Nou, je ziet hier een tal van templates. Volgens mij zijn dit ze niet eens allemaal die we hier in de screenshot zien. Dit zijn allemaal van die vooraf gedefinieerde templates die je aan kunt klikken. En vervolgens is het echt een kwestie van configureren en opgeven wat jij wilt doen binnen dat template. Je kunt ook een template pakken als startpunt. Dus stel je vindt stap 1 en 2 goed en je wilt daarna iets anders invoeren, dan is dat ook mogelijk. En zo kun je snel beginnen en iets uitbreiden naar je eigen voorkeur. Nou, we zien deze maand wel een aantal nieuwe diensten die in flow komen. Een daarvan is DocuSign, wat natuurlijk een behoorlijk veel gebruikte functionaliteit is in combinatie met Office documenten. En je kunt straks direct vanuit DocuSign, vanuit flow een aantal dingen op DocuSign loslaten en ook weer terugkrijgen daarvan. Ah, dat is wel een hele waardevolle. Verder kun je OneNote als opslagplek gebruiken. Dus je kunt bijvoorbeeld dingen wegsturen naar een OneNote pagina of een nieuwe sectie aanmaken. Of een nieuw tabblad. Dat is natuurlijk ideaal in combinatie met social media bijvoorbeeld. Zijn bepaalde tweets erheen kunt sturen. Maar er zijn natuurlijk tal van andere dingen waar dat ook handig voor kan zijn. Ja. En als laatste zien we SurveyMonkey, waarin we de mogelijkheid hebben om, wanneer er een survey is toegevoegd, iets te laten gebeuren in een ander systeem. En de verwachting is dat dit alleen maar meer en meer wordt, omdat dit dus ook open staat voor development door andere bedrijven die diensten hebben die hierop aan kunnen sluiten. Ja, want wanneer is dit gereleased, als ik vragen mag? Heb je daar nog enig idee van? Volgens mij is dit in augustus of september vorig jaar gereleased. Misschien wel iets eerder, maar ik denk general available rond die tijd. En het is dus gratis voor Office 365 gebruikers. Dus iedereen ziet nu ook al een flow tegel in zijn app launcher, zoals we dat noemen in Office 365. Voorwaarde is daarvoor wel dat je eerst naar flow.microsoft.com gaat om vervolgens jezelf aan te melden met je e-mailadres. En dat mag je organisatieaccount zijn, maar ook je eigen account. En vervolgens ga je die verbindenis aan met Microsoft. En je ziet ook dat op bijvoorbeeld bibliotheken, dat daar dan ook de Flow-button bij komt. Ja, dat klopt. We kunnen direct vanaf een bibliotheek een Flow starten. In de modern look and feel van de nieuwe bibliotheken zien we een blokje Flow. En dan ga je dus aan de slag met als uitgangspunt, wanneer er iets gebeurt in deze bibliotheek, laat ik Flow een bepaalde actie uitvoeren. Maar ook hier geldt weer, dat is een actie die voor jou geldt en is dus niet voor andere gebruikers inzichtelijk. Oké. En alleen in Modern View? Ja, alleen in de Modern View. Maar je kunt natuurlijk wel, als je gewoon Flow opstart, een bibliotheek die in de klassieke weergave draait, benaderen via de optie SharePoint en reageer als er een bestand toegevoegd is. Precies. Mocht het in je organisatie niet gewend zijn om Flow aan te zetten, dan moeten we je teleurstellen, want iedere gebruiker mag standaard Flow gebruiken. Dat is voor 90 dagen. En daarna zal de trial wel verlopen zijn. Vanaf dat moment heb je een Office 365 licentie nodig. En de betaalde versie kan aangeschaft worden door gebruikers zelf. Maar er kan nooit een eindgebruiker zijn die een licentie type kiest die betaald is. Dus dat zit altijd bij de licentiebeheerder van jullie tenant. Oké, top. Ja, maar ieder gebruiker mag zich wel aanmelden. Dus dat is wel weer iets om rekening mee te houden. Dat een gebruiker dus, als hij of zij een beetje gaat rondkijken, dat hij ineens die flow tegel heeft en ook daar dingen mee kan gaan doen. Wat wel weer een mooie toevoeging is van Microsoft, is dat er policies zijn geïntroduceerd, waarin je kunt instellen dat binnen jouw organisatie bepaalde dingen niet mogen. Bijvoorbeeld het mixen van data uit SharePoint en, ik noem maar eventjes een andere opslag, Google Drive of Dropbox. Okay. Zo voorkom je dat mensen geautomatiseerd bestanden overschrijven van, nou, wellicht vertrouwelijke stukken van SharePoint naar hun eigen omgeving. Ja, precies. Dus en ook een tip is om dat wel eigenlijk gauw in te richten binnen jouw omgeving, binnen jouw tenant. En dat is eigenlijk een heel simpel proces om door te voeren.
En daar moeten ze, neem ik aan, even contact met jou over opnemen. Ja, als je daar meer over wilt weten, dan kunnen we dat inderdaad even doornemen. Het zijn een paar stappen die je moet lopen en ik help je daar graag mee. Top. Dit was hem alweer. Ik heb trouwens nog wel een laatste update die eigenlijk net vers van de pers, maar we konden hem niet meer integreren in deze sheet. Is er één, we hebben al een tijdje terug gesproken over de nieuwe pagina's die in Office 365 komen. Die zijn in first release inmiddels uitgerold. Dus hoe je nieuwe webpagina's maakt. En die worden vanaf 12 januari ook naar de standaard productieomgevingen uitgerold, dus Ring 4. Okay. Dus dat is één nieuwe. En een andere nieuwe is voor het SharePoint framework is op dit moment release candidate 0 vrijgegeven. Dat wil zeggen dat we eigenlijk steeds dichter bij een echte release komen voor de developers. Ja, dat betekent dat developers ook officieel op het SharePoint framework die moderne pagina's kunnen gaan vullen met moderne webarts. Klopt, inderdaad. En je zei 12 januari dat de moderne webarts in de alle tenants gaan komen. Ja, dus dan beginnen ze met de uitrol daarvan. Okay. Dus afhankelijk van waar jouw tenant zich bevindt, krijg je hem sneller of langzamer. Dus, en betekent dit ook dat mensen die nu sitepages gebruiken of wikipagina's, dat die ineens een andere look en feel gaan krijgen als ze op hun site landen? Nee, maar het betekent wel dat wanneer dat jij een nieuwe site aan kan maken, dat het kan zijn dat je de optie krijgt om daar direct een groep mee aan te maken. Ja. Dus het wordt wel, er gebeurt gaat wel wat veranderen. Ja. Oké, okay. En wat ik nog heb gelezen is dat wanneer je binnen je organisatie gebruik maakt van klassieke pagina's, dat Microsoft ook op die sites de moderne pagina's gaat toevoegen. Ja. Dus je hebt de mogelijkheid om binnen een klassieke site toch die moderne look en feel weer te geven. Waarin je bijvoorbeeld die nieuwspages of die top documents, waarin je toch wel wat responsiveness kan brengen op je klassieke pagina in te vullen. Klopt, inderdaad. Wat je eigenlijk krijgt is bijvoorbeeld dat je zelf webparts maakt met het nieuwe SharePoint framework. En deze vervolgens dan op een classic view kunt plaatsen. Andersom, dus webparts die je ooit gemaakt hebt in je classic view naar een modern, dat gaat niet. Nee. Dus we kunnen ook geen mix krijgen tussen oud en nieuw. Heb ik dat goed? Is dat dan wel mogelijk? Als je classic view hebt, dan kun je dus wel een modern. Oké, dus dan kan er een gemixte variatie ontstaan. Ja. Okay. Nou, interessant om mee aan de slag te gaan met het SharePoint framework. 7 februari 2016 om 2017. Gaan we zo op onze slide, ik zeg het ook gewoon na. Om 11 uur, 7 februari, volgende maand, is er weer een Office 365 update. Klopt. Ik denk dat Danny dan weer aan zou sluiten. En dat jij er ook weer gewoon bij bent, Paul. Nou, voor vragen kunnen jullie ons bereiken op onze e-mailadressen. En ik meen dat jij ook nog een Twitter-account hebt waar ze je op kunnen volgen of jouw spullen kunnen bekijken. Ja, eigenlijk hebben we natuurlijk twee belangrijke Twitter-accounts om in de gaten te houden. Dat is @Wortel. Dat is eigenlijk vanuit Wortel natuurlijk het belangrijkste om te volgen. En mijn persoonlijke, dat is @KBWorks. Oké. Okay. Nou, heel graag tot volgende maand. En bedankt voor het kijken.